Sergio, jij vindt lange wedstrijden toch altijd saai eigenlijk? Begin vaak wel. Maar wow, op zich kom je hier wel snel in een actie, soort van actiezone, zal ik zeggen. Dus deze koers gaat er wel redelijk snel voorbij. Hoe sta jij hier? Met welk gevoel, welk idee? Ja, probeer de koers te winnen vandaag. Ik denk, de afgelopen twee edities waren goed. Dus eigenlijk al mijn ronde van Vlaanderen tot nu toe. En ik hoop vandaag toch terug zo'n rol te spelen. Ja. Hoe moet je dat aanpakken vandaag? Zo lang mogelijk rustig blijven uit de problemen. Dat is punt 1 altijd een klassieker. En dan hopen dat je de benen hebt in de finale. Zo lang mogelijk rustig blijven. Moeilijk voor jou of niet? Maar hier valt dat wel mee op zich. En ik zei het, hier barst de koers altijd wel best van ver open. Dus zal niet anders zijn vandaag. Wordt het een ploegenspel en kunnen jullie daarin meedoen? Jawel, daar kunnen we zeker in meedoen. Het is natuurlijk een beetje veranderd met de afwezigheid van Van Aert. Ja. Maar we hebben wel de ploeg om hier de koers in handen te nemen, denk ik. Ja. Wordt het makkelijker of lastiger nu Van Aert er niet is om de koers te lezen? Of? Lastiger, denk ik. Sowieso denk ik dat met hem erbij de koers iets makkelijker had verlopen. Natuurlijk was hij iemand geweest die heel moeilijk te kloppen was, dat wel. Maar het had wel makkelijker koers geweest, denk ik. Even voor de mensen thuis, wanneer moeten ze inschakelen? Wanneer gaat het gebeuren vandaag? Oh, dat is een goede vraag. Als ik dat zou weten, zou het makkelijk zijn. Maar meestal zo de tweede keer kwarm, want dat is zo'n beetje het cruciale punt, vind ik, in deze koers. Succes vandaag.